Hallo en welkom bij Jaar van de Tuin, een programma over de Leidse tuinen. En of u nou een mooie grote tuin heeft, of een klein balkonnetje, een dakterras, of alleen een balkonbak, of misschien alleen een boomspiegel voor de deur. Alles kan een mooi tuintje zijn. Vorige week hebben wij het bij Jaar van de Tuin gehad over vogels in de tuin. En deze week hebben wij het over van alles en nog wat. En ik praat met niemand liever over van alles en nog wat dan met de gast deze week in de studio, Cynthia Vaas. Welkom, Cynthia. Ja, welkom. Leuk natuurlijk, Robert. Ik ben natuurlijk een beetje zenuwachtig, zoals altijd. Maar ik vind het heel erg leuk om hier even te zijn. En ik vind het leuk dat je er bent. Jij bent coördinator front office bij de Hortus Botanicus. Maar je bent een groen vakvrouw. Hoe ben je dat geworden? Nou, dat klopt. Ik heb hier in Leiden op de Pacelli school gezeten eerst. En daarna ben ik naar de lagere agrarische school, zo heette dat toen nog, in Oegstgeest. Nu heet het Welland. Daar heb ik 4 jaar gezeten. Toen dacht ik, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk, het groen. Ik ga verder, dus ben ik naar Boskoop gegaan. De middelbare tuinbouwschool in Boskoop. Nou, en daar heb ik dus de 4 jaar gezeten. Veel gewerkt in boomkwekerijen, hoveniersbedrijf. En zo ben ik eigenlijk in het groen gebleven. Ik heb daarna bij een vaste plantenkwekerij gewerkt, Gifjoen. Daar heb ik de stekkerij opgezet. Dus we gingen van vaste planten, rozemarijn, ik zie hem hier toevallig ook op de tafel staan. Ja. Stekjes maken en dat dan verplanten. En dan kwamen daar natuurlijk weer planten uit. Daarna 27 jaar in het tuincentrum gewerkt, op de groenafdeling, buitenplanten. En ondertussen heb ik dan ook nog 2 jaar lesgegeven op het Welland. Daar heb ik de groene vakken, bloemsierkunst, maar ook tuintjes aanleggen, groeiende oogst, al dat soort dingen. Ondertussen deed ik ook nog de kinderrondleidingen in de Hortus. En zo ben ik eigenlijk naar de front office toegerold. En dat doe ik nu met veel plezier eigenlijk. En ik probeer steeds meer buitenplanten bij het winkeltje te krijgen bij de front office. Zo. Heel verhaal. Ja, nou, het houtje van de straat. Hè? Inderdaad. Alle wachten. Inderdaad. Zo, we zijn. We hebben een heel stel foto's van jouw tuin thuis. Want ik denk dat mensen zich misschien wel afvragen van zo'n groen vakvrouw die al zo lang in het vak zit. Nu werkt in zo'n prachtige tuin als de Hortus. Hoe ziet jouw tuin eruit? Nou, mijn tuin. Paar foto's. Ja, toen ik hier 10 jaar geleden kwam wonen. Toen heeft diegene in dat huis elk jaar zijn kerstboom in de tuin gezet. Elk jaar weer een nieuwe kerstboom. Dus we hadden kerstbomen staan, in kluit natuurlijk, van 1 jaar oud, maar ook denk wel van 15 jaar oud. Dus dat betekent, we hadden een bomen van kerstbomenbos. Een kerstbomenbos. En het was een en al een donkere hol. Langzamerhand zijn we die gaan omhakken en eruit halen. Ja, en dan komt er toch wat leuks ervoor schijnt. Het is niet zo heel groot, maar het zit van alles. Een schutting, we hebben schaduw, ik heb zon. En ik zit met liefde eigenlijk in mijn tuin. En zoals je hier op deze foto dan ziet, ik weet niet of ik nu een beetje van de hak op de tak gaat, maar dit is dan een Toscaanse jasmijn. Ja. En afgelopen voorjaar was die hele schutting hier aan de rechterkant was helemaal bedekt met die Toscaanse jasmijn. Superleuk. Maar ja, toen kwam deze winter. En alles wat op die schutting zat, dat is allemaal doodgegaan. En alleen dat kleine stukje hier op deze muur is blijven leven. Dus ik hoop eigenlijk dit jaar weer dat die Toscaanse jasmijn weer helemaal zijn best gaat doen. En dan het weer helemaal vol maakt. Hier heb ik de buxus. Nou ja, iedereen weet natuurlijk van de buxusmot. Die eet helemaal al je buxus kaal. Elk jaar ga ik, of in ieder geval 2 jaar lang, ben ik al bezig met mijn krukje. En dan ga ik de buxus, leven te houden. Ja, de buxusmot, of in ieder geval de rups eruit halen. En dan hoop ik, hij doet het nog steeds goed, dus ik ben. Dat is heel wat tegenwoordig. Ja, daarom. Dit is wel een heel leuk verhaal, vind ik zelf erg leuk. De buren die hadden een bol acacia. Die moet elk jaar geknipt worden. Ja. Dus die lange takken, die vroeg ik of ik die mocht. En heb ik eerst thuis voorgezaaid bonen, kievitsbonen. Ja.
En die laat ik dan daaronder klimmen op de takken, zodat ik dus de kievitsbonen daaruit kan halen. En dan kunnen we ze weer eten en zaaien. Kijk, daar komt-ie. Daar komt-ie. Dus ze hebben een klein beetje last gehad van de kou. Maar ik denk dat ze het wel gaan redden. Ja. Hier de tomaat, ook dat. Dus gewoon uit zaadjes. En de hele tijd is die binnen gebleven. En nou mag die lekker weer naar buiten. Oh, prima. Ja. Hier zo de anemonen. Bij die buxus zie je trouwens nog een klein beetje dat die toch wel last had. Die grote buxus. Een paar aan je aandacht ontsnapt. Ja, een paar aan mijn aandacht ontsnapt. Dus ik moet toch even mijn bril opzetten. Achterin staat de anemonen. Kunnen in de schaduw. Nou, ik heb eigenlijk van het weekend de anemonen, dat vak, gereorganiseerd. Dus een beetje uitgehaald. Dus ik heb wat anemonen over. Dus die kijk ik of ik nog iemand kan vinden die nog wat extra anemonen zou willen voor in zijn tuin. Wie weet. Ja. Zo, en hoeveel tijd spendeer jij nou aan jouw tuin eigenlijk? Ik spendeer best wel veel aan mijn tuin. Al een beetje vegen, water geven. Ik ben eigenlijk altijd te vinden. Zeg maar actief tuineren of lui tuineren? Nee, ik ben wel een actief tuinierster. Ja, zit graag in de tuin? Ik ben graag in de tuin en al is het ook alleen maar voor een bakje koffie. En even te genieten van mijn tuin. Ja, precies. 'S Ochtends vroeg heb ik de zon al in mijn tuin. Dan zit ik in mijn nachtjaponnetje achterin in de tuin. Lekker bakje koffie te genieten van de vogels. En van mijn tuin natuurlijk. Ja. Dat klinkt goed. Ja. Nou, dan heb ik nog een... hier is een dwarsstraat. Heb jij een regenton in de tuin staan? Ik had een houten regenton in de tuin staan. Die was helaas een beetje verrot. Daar heb ik nu een plant in gezet, maar ik heb er wel een. Dat komt leuk uit. Want we hebben een filmpje, een reportage van Sleutelstad over een regentonnenactie hier in Leiden. Zaterdagmiddag stond Leiden tijdens de regentonnenactie in het teken van verduurzaming en vergroening. En Keesenberg was de initiatiefneemster. Ik ga 20 regentonnen plaatsen in Noorderkwartier West, 10 stuks. En ook 10 stuks in Groenoord Zuid. En die staan dan aan de straatzijde voor gemeenschappelijk gebruik. Om al het groen aan de straatzijde te bewateren. Dus iedereen mag gebruik maken. Leiden is een hele versteende stad. We zijn al heel druk bezig met geveltuintjes creëren, boomspiegels adopteren, plantenbakken. Maar uiteindelijk moet er nog veel meer gebeuren. Dus ik hoop dat de drempel verlaagd wordt voor mensen om ook te vergroenen. En hopelijk kunnen we zo met z'n allen echt in een groenere stad, een mooiere Leiden. En dan krijg je ook echt vriendelijkere bewoners. Mensen lopen nu nog met een gieter door het hele huis heen en terug. En vooral als het heel warm is en de grond heel droog, is het wel heel lastig om de planten in leven te houden. En nu is het een stuk makkelijker voor iedereen. En er is ook een stukje sociale cohesie komt erbij kijken. Want mensen mogen gemeenschappelijk gebruik maken van die tonnen. Dus helemaal leuk. Als het heel hard regent, dan zie je het hier echt met tientallen liters tegelijkertijd uit die regenpijp gutsen. Dus om dat op te vangen en zodat we dat in ons geveltuintje kunnen gooien, dat is natuurlijk prachtig. Ik vind het wel mooi, want er zijn ook dan nog wat meer groen inderdaad, want we hebben al een geveltuintje. Maar het is een beetje bij de muren groen is ook wel mooi, want het is allemaal een beetje kaal hier natuurlijk. Dus ik vind het wel mooi bedacht dat het gewoon op een regenton je bloemetjes en zo kunt zetten. En ik vind dat wel goed gedaan. Bewoners hoefden zelf niet te klussen. De regentonnen werden ter plekke gemonteerd, waarna ze gelijk gebruikt konden worden. De eerste keer is dat even een beetje kijken hoe het moet. En bij deze pijp was het ook extra lastig. Die is namelijk heel oud en van dik staal. Daar moest je wel een kwartiertje gaan boren met zo'n speciale boor. Maar voor de rest is het een beetje op elkaar zetten,
goed waterpas krijgen en die dingen installeren. Naast dat de nieuwe regentonnen bijdragen aan verduurzaming, zijn de bakken zelf ook duurzaam. Materiaal is polyester volgens mij, glasvezel. En het zijn eigenlijk bakken die voor iets anders bedoeld waren en afgekeurd zijn. En via konden we die hier inzetten voor regentonnen en ook hergebruiken op die manier. Dus eigenlijk is het een heel circulair product, want anders zouden ze weggegooid worden. En nu hebben ze er regentonnen van gemaakt, kunnen we ze hier gebruiken voor de duurzame watervoorziening van de tuintjes en perkjes en zo. Dus. Leiden is een hele stenen stad en Leiden doet mee, net als Haarlem, met WIP de straattegels. En ik denk dat dit hier een goede aanzet ook weer voor is om mensen heel bewust te maken van om steeds meer groen te krijgen in onze mooie stad. Ik vind 20 vind ik al een heel mooi aantal, maar ik hoop ook dat het ook inspirerend werkt. Dus dat het niet bij 20 blijft, maar dat het al heel snel 30, 40, 50 gaat worden. Dus ik hoop dat mensen denken, ik wil eigenlijk ook iets doen voor mijn geveltuintje. En zorgen dat buren ook gebruik kunnen maken van het water. Zodat het ook een heel sociaal project is. Nou, een leuke actie. Hele leuke actie. Ik denk dat ik ook wel aan een regenton ga. Als mijn tuintje daar klaar voor is. Maar daar horen we later wat meer over. Voor nu, als je dan zo'n regenton hebt. We zagen al een paar beplante regentonnen. Nou, daar hebben wij ook nog wel een paar tips voor. Ik heb hier in mijn mandje een rozemarijn staan. Er is ook een hangende rozemarijn. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt. Beetje moeilijk te krijgen, maar mooi voor op een regenton. Wij hebben ook nog een reportage van Grace. Die praat over een heel makkelijk en ook makkelijk te vinden plantje. Die leuk is voor op de regenton. Ben benieuwd. Nou, het is helemaal geen lekker weer vandaag als je van een zonnetje houdt. Maar als je een regenton hebt, is het natuurlijk wel heerlijk dat die een beetje gevuld gaat worden. Heb je nou je regenton in de achtertuin staan met ruimte om daar wat op te zetten, dan kan je dat bijvoorbeeld doen met wat kruiden. Ik heb hier tijm, een aardbeidje, je kan ook denken aan bieslook, makkelijk te knippen. Maar ook heel lekker citroenmelissen, kan je lekker tegen zetten. Heb je nou zoiets van, ik hoef dat niet zo met die kruiden. Kan je natuurlijk ook voor kiezen om een mooie petunia erop te zetten. Die gaat zo helemaal overhangen, lekker kleurig. Zelfs de bijtjes houden daarvan, dus keuze genoeg. Maar als je nou niet zo'n regenton hebt, maar een wat nieuwerwetsere. Je hebt hele mooie regentonnen voor aan de gevel en daar zit al een plantenbakje ingebouwd. En dan heb je niet zo heel veel ruimte voor je planten. En wil je misschien liever een plant hebben die wat goed tegen de droogte kan. Zoals deze sedum die ik hier heb. Nou, wat ik leuk vind aan deze sedum is dat hij zo lekker over gaat hangen. Dus je kan je voorstellen dat dat er heel mooi uit kan zien bij zo'n plantenbak annex regenton. En wat zo leuk is, is dat een sedum super makkelijk te stekken. Stekken kan je het bijna niet noemen, herplanten. Die stekken is. Dus wat we gaan doen, ik haal hier gewoon heel bruut wat eruit. En nu gaan we op zoek naar een regenton waar we deze in kwijt kunnen. Nou, dit is dus zo'n regenton die zo'n mooie plantenbak bovenin heeft. Je ziet, er staat al wat leuks bovenop. En dan is het heel erg makkelijk met sedum. Dat is waarom het een van mijn favoriete makkelijke planten is. Ik leg hem erop. Ik druk hem een beetje aan. En hij gaat weer verder groeien. Wat wil je nou nog meer? Dus de sedum voor op de regenton. Zo, nou dat geeft alvast wat leuke ideeën voor hoe je van een regenton, ook hoe je dat gewoon weer kunt zien als een extra ruimte in je tuin om iets neer te zetten. Die hangende rozemarijn, daar ga ik zelf wel naar op zoek. Want dat is ook handig voor in de keuken natuurlijk gelijk. Die rozemarijn hier in mijn mandje. En hier in het mandje staat het een en het ander. Een paar leuke dingen voor schaduwrijke tuinen. Maar ook heel prominent en heel mooi nu op het moment vind ik ook het takje van de ginkgo biloba. Dit takje komt van de oude ginkgo uit de Hortus. Die staat er al sinds 1785. Maar over de ginkgo, daar wil ik het niet eens over hebben. Ik wil het hebben over
nog een veel makkelijker plantje. En ik noem het een plantje, maar ik ken iemand die heel goed kan uitleggen dat het eigenlijk helemaal geen plantje is. Dat zit hier op de takjes. Dit is de korstmos. En ik ken Harold Tiemans. Okay. Biologiestudent hier in Leiden. Korstmossen enthousiasteling. Die kan ons daar prachtig iets over vertellen. Ben benieuwd. Hoi, ik ben Harold Tiemans en ik ben student biologie hier in Leiden. We staan hier in de Hortus Botanicus van Leiden en ik ga jullie wat laten zien over korstmossen. Ik zelf ben een amateur lichenoloog. Lichenologen zijn mensen die naar korstmossen kijken. En we gaan jullie even wat mooie dingen laten zien. Dit groene hier is een mos en de rest van wat je hier ziet is een korstmos. En dat zijn twee hele verschillende dingen. Want korstmossen hebben eigenlijk een hele stomme naam. Dat zijn eigenlijk helemaal geen echte mossen. Want mossen zijn plantjes. Korstmossen zijn eigenlijk helemaal geen planten. Maar, en hier komt het, het zijn eigenlijk twee verschillende soorten bij elkaar. En die vormen samen een lichaam. Nou, als je er goed naar gaat kijken en je gaat ze door het midden snijden, dan zie je dat de korstmossen zijn opgebouwd in een lager systeem. Met bovenop een soort afschutting van de buitenwereld als bescherming. Dat zijn eigenlijk schimmels. En daaronder zit dan een groenere laag en dat zijn algen. Dus die schimmel en die alg die maken samen een lichaam en dat noemen we het korstmos. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen een mos en een korstmos. Korstmossen zijn eigenlijk helemaal geen mossen. En als je hier dan naar twee vrij grote soorten kijkt. Dit is dan een hele algemene, dat is dan groot dooiermos. Die soort die houdt heel erg van stikstof en daar hebben we wat te veel van in Nederland. Nou, dat groot dooiermos, dat noemen we dooiermos, omdat als je er echt vlak op gaat kijken, dan zie je dat het eigenlijk wel wat weg heeft op van een eierdooier. Daarnaast groeit een grijzere soort, die is wat zeldzamer. En dat noemen we grauw rijpmos. En als je daar pas heel dicht op gaat kijken, dan pas wordt het echt mooi. Korstmossen groeien eigenlijk op alle plekken waar niks anders wil groeien. Omdat het ofwel te droog is, of het is dan te moeilijk om er te groeien, want er is geen water of het is te heet. En die korstmossen kunnen dat wel. Omdat die alle gewoon blijft doorgroeien door die bescherming van die schimmel. Je komt ze daarom voornamelijk tegen op steen en op schors. Want op schors en steen groeit bijna niks anders. En als je dan naar dit grote plakkaat hier kijkt. Deze groeit waarschijnlijk ook in je eigen tuin als je je tegels niet te vaak schoonmaakt. En wat je hier dan ziet zijn deze beetje blauw-groenige plakkaten. En dat noemen we muurschotelkorst. Maar als je inzoomt, dan zie je dat er allemaal kleine schoteltjes zijn. En daar komen eigenlijk de sporen uit waar een korstmos zich mee verspreidt. Hey, die muurschotelkorst, die groeit hier niet alleen. Hij valt alleen heel erg op. Maar als je dan op zo'n steen gaat kijken, dan zie je dat er eigenlijk heel veel soorten bij elkaar groeien. En zo kun je hier zien dat dat is dan steen, purper schaaltje. En hier de oranje plakkaten op deze steen, dat ziet er heel erg rommelig uit zo. Maar als je ernaar gaat kijken, zijn het allemaal fijne lopjes met kleine schoteltjes erop. En dat noemen we sinaasappelkorst. Die korstmosnamen die hebben vaak, die zijn erg creatief bedacht. En daar kun je ze dus ook vaak goed aan onthouden. Je kunt hier ook nog plakkaatjes zien met kop- en schotelkorst. Omdat het allemaal losse schoteltjes zijn die niet echt aan elkaar vast lijken te zitten. Maar het is eigenlijk één korstmos. Nou, die korstmossen die groeien eigenlijk overal, ook in uw tuin. Misschien al niet altijd evenveel, maar ze zijn er absoluut. Dus hopelijk kun je nu wat meer, heb je misschien wat meer waardering voor de dingetjes die op het steen groeien en op de schors groeien. En heb je wat extra's om naar te kijken in je tuin. Zo, nou weer wat geleerd. Nou inderdaad, interessant. Ik vond het bijzonder. Ik heb gelijk nadat we dit hebben opgenomen de veldgids korstmossen besteld. Heb jij een beetje korstmossen in de tuin? Nou, dan moet ik nu even goed gaan zoeken. Ik denk het. Het zal best, het om mijn muur denk ik wel. Ja. Niet meer wegspuiten met meer wegspuiten. De hoge drukspuit, nee. Want het is veel te interessant. Ik weet zeker dat mijn tuin
wel een paar korstmossen heeft, want daar is heel lang niks mee gebeurd. Want ik ben net verhuisd. Ik zit er net 2 weken in. En ik heb bij mijn huis heb ik ook een heel klein zielig tuintje gekregen. En laten we eventjes de poortdeur openen naar mijn gloednieuwe prachtige tuin. Hallo, we gaan op zoek naar wat er gebeurt als je nou een tuin erft. En die tuin is een beetje rommelig. En daarvoor heeft onze eigen presentator Robert ons meegenomen naar zijn nieuwe woning. Met een tuintje erbij. En we gaan eens even kijken hoe dat tuintje erbij ligt. Achter deze poortdeur schuilt mijn tuin, zoals ik het noem. De belt. Zo, ik sta op wat bekend staat als de Toren van de Belt. Dat is deze stapel grindtegels hier. En vanaf hier kan ik de hele tuin overzien. Voor me, heel opvallend, ligt een dekzeil. Een dekzeil van 600 vierkante meter. Het is een gigantisch dekzeil. En ik weet ook niet wat het hier doet, ik weet niet van wie het is. Achter het dekzeil verborgen ligt een verrassing, namelijk een oud rubberen bootje. Een paar platen met piepschuim, ook verborgen. In ieder geval feestelijker dan bootje misschien. Een oude kerstboom. Hè? Hier in de hoek, achter jou Annika, daar ligt een oud houten krat. Met daaronder nog wat tegels. Reservetegels zeggen we dan maar. En dan vervolgens daarachter in de tuin, verder naar achter, ligt het oerwoud. Een oerwoud van verschillende bomen, heesters, tentakels van klimop. Die van het schuurtje hiernaast naar beneden kropen. En allemaal groeien in de richting van die stapel bakstenen daar. Met die betonunit en één dakpan. Dus het is op zijn zacht gezegd een beetje een zootje. Maar hij heeft groeimogelijkheden. Het is een tuintje met karakter. Zo. Jeetje. Nou, Cynthia, ik denk dat ik jouw goede raad wel kan gebruiken. Mijn handen zijn al aan het jeuken. Waar zou jij nou beginnen met zo'n, met de belt? Nou, ik zag natuurlijk ook bij jou een mooie kerstboom liggen. Deze was denk ik alleen zonder kluit, dus die was al een die beetje gaat bruin. Die gaat het niet meer doen, denk ik. Ik zou eerst een paar grote vuilniszakken pakken en alles lekker weghalen. Dan een goede snoeischaar kopen en die... De heesters, die knoeien, lekker kort wieken. Loopt toch wel weer uit als je hem toch uiteindelijk wil. Die stenen. Ik weet niet wat je met die stenen eigenlijk wilt. Ik dacht misschien een leuk randje aanleggen. Een beetje verhoogd bedje van de bakstenen. Maar die grintegels, die... Ik kan natuurlijk als presentator van Jaar van de Tuin geen tegels in mijn tuin gaan leggen. Dus daar gaan we niet aan beginnen. Dus die... Nou, die zet ik op Marktplaats, denk ik. Hè? Dat is hoe je over het algemeen van tegels afkomt. Rubberen bootje doe ik weg. Ga ik niet houden. Het dekzeil, als ik de mogelijkheid zie om weg te laten liften door een helikopter, dan gaat die er ook uit. En dan verder, ja, weet ik het nog niet. Een beetje wat schaduwrijk. Het is een schaduwrijk tuintje, dus wat schaduwminnende planten. Dus wat dat betreft, ik heb er hier een paar staan, zeg maar varens. Ik ben ook gek op varens. Hè. Ik ben paleobotanicus, dus ik hou van oude planten. Dus varens zijn gek op schaduw. Hier is een mooi koningsvarentje. Japans koningsvarentje. Osmunda japonica. Lieve vrouwen bedstro. Uit ook van de schaduw, dat ruikt zo lekker. Hè. Beetje kanelig. En hier de erythroniums, de hondstandjes. Dat zijn zulke mooie plantjes. Ook liefhebbers van schaduw. Maar er is een hoop te doen voordat ik zelfs maar kan gaan planten. Inderdaad, en heb ik natuurlijk gelijk die tip. Ik was natuurlijk in mijn tuin bezig met de anemonen. En ik heb nog een paar anemonen over. Het zijn vaste planten. En die kunnen heel goed in de schaduw. Een wit soort en een roze soort. Dus als je tuin eenmaal klaar is, dan heb ik wel wat plantjes die je kan gebruiken.
Nou ja, dat wordt dan jouw anemonen. Dat worden dan de eerste planten die ik aanplant in mijn nieuwe tuin. Kijk. Zodra ik een plekje heb gemaakt. Helemaal mooi. Zo. Dan is het tijd voor een update voor het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Heb je dat een beetje bijgehouden, Cynthia? Ik heb het wel gezien, maar ik heb het niet bijgehouden. Dus ik ben benieuwd op welke plek we staan. Want jij hebt best wel een paar tegels in je tuin. Dat viel mij best wel op toen we naar de foto's keken. Ik heb wel wat tegels in mijn tuin, want, en dat is natuurlijk zo, ik heb vier kinderen rondlopen. Ja. En die moeten met hun fiets toch even naar de schuur. En, dus ik heb wel wat tegels, maar waar er geen tegels hoefden, heb ik toch wel wat beplanting. Oké, okay. Ja. Nou, we zien het door de vinger bij een jaar van de tuin. Oké. Okay. want we hebben hier de tussenstand. Tegels per inwoner is dat TPI daar. En wij staan nu op de 7e plaats, wat we zien, onder Leeuwarden, Enschede en Lochem. Wij staan op 40,5 tegel per inwoner. Wat best schappelijk is, als je mij vraagt. Leeuwarden op 48,79. Nou, dat moet wel in te halen zijn, toch? Dus, lieve kijkers, blijf die tegels uit je tuin halen, want... We kunnen nog een paar plaatsen omhoog. We kunnen op nummer 1 komen. Als we hard genoeg werken. Ik kan niet wachten. Nee. Geen tegels in mijn tuin. Dat kan ik je wel vertellen. Dan hebben we ook nog de bollenactie natuurlijk. De biologische krokusbollen. We hebben nu in totaal 42 bestellingen. En we zitten op, dat is ongeveer 3600 bollen bij elkaar. En volgens mij heb ik het nu tegen degene die... Die dat allemaal bewerkstelligt bij de Hortus. Dus te bestellen via hortus@home.nl. En dan tegen september, ergens in september, dan, komt er een uitdeeldag van de bollen. Dus die krijgt u nu nog niet. Je wil natuurlijk iets bestellen en het gelijk krijgen, maar die bollen, nou, die bestaan nog niet. Die moeten nog opgekweekt worden door de kweker. Maar bestel die bollen dus via hortus@home.nl, want ze kosten bijna niks. En het zijn prachtige biologische krokusbollen. We willen er de hele stad mee volzetten. En jij kunt ze nu ook bestellen. Jij woont in Leiderdorp. Maar Leiderdorp heeft zich nu ook aangesloten bij de actie. Dus het is niet alleen maar voor de Leidenaren. Ook voor de Leiderdorpenaren. Die kunnen nu ook bestellen via hortus@home.nl. Dus de actie breidt zich uit als een... ik wil zeggen als een olievlek, maar iets goedaardiger. Een krokusvlek. Een krokusvlek. Als een krokusveld. Kijk. En dan uiteindelijk om nog even terug te komen op die regentonnen. Lieve kijker, wilt u een regenton in de tuin? Nou, dat kan. Reageer dan op jaarvandetuin@leiden.nl met dat u een regenton wil en waarom en waar u hem zou willen. Want wie weet komen we dan bij u een regenton installeren. Wat zegt u daarvan? En dan zijn we er doorheen. Lieve kijkers, lieve Cynthia, heel fijn dat je er was. Ik vond het heel gezellig. Ik ga die anemonen van je overnemen. Yes. En ik hoop jullie, lieve kijkers, binnenkort allemaal weer te zien bij Jaar van de Tuin. Cynthia, ik hoop ook zeker dat je een keertje terugkomt. Ik hoop dat je me gaat bijstaan in mijn nieuwe tuin. En die nieuwe tuin die zal ook zeker terugkomen in de uitzending. Hey Robert, ik vond het hartstikke leuk. Ik kan nog wel 10 uur vol praten eigenlijk. En dan heb ik nog maar een klein tuintje. En ik doe graag met je tuin mee. Dus wat ik zeg, ik heb mijn werkhandschoen al bij me. Ja. En snoeischaar, die moeten we nog ergens vandaan toveren. En dan gaan we lekker beginnen aan je tuin. En bedankt dat ik erbij mocht zijn vandaag. Fantastisch. Hartelijk dank. En tot volgende week bij Jaar van de Tuin.